Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een limited editie van Catrice uittesten, namelijk de collectie Seeking Flowers. Het is een prachtige collectie en ik heb gezien dat die nog steeds in de winkels ligt en ook online is die gewoon nog te koop. In deze video ga ik wat meer informatie geven over deze collectie en gaan we hem uiteraard samen uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en de producten die er dus in zitten en of ze bevallen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb even het persbericht erbij gepakt en Catrice zegt zelf over deze collectie dat beauty in volle bloei staat met deze limited editie. Hij is geïnspireerd door een boeket van warme en vrolijke kleuren, inclusief de Pantone 2024 kleur van het jaar, Peach Fuzz. En de collectie komt samen met subtiele en romantische roze en opvallende paarse tinten, waardoor deze collectie alles heeft om een prachtige, vrolijke look te creëren. Ja, het is eigenlijk ook een beetje een collectie die in teken staat van de lente. Allereerst ga ik beginnen met het oogschaduwpaletten. De prijzen zal ik eventjes van de producten in beeld neerzetten. En die ziet er zo uit. Heel erg mooi. Het is een mooi groot doosje die oranje is van kleur en mooie bloemen bevat. Het paletten heeft de naam C01 By Myself Flowers gekregen. En hierdoor kwam ik meteen in dat liedje van Miley Cyrus van Flowers. Catrice zegt over dit paletten dat het een luxueus oogschaduwpaletten is. En hij heeft dus de binnenkant van een bloem, dat zal ik je zo laten zien, waardoor hij ook echt de show steelt. Hij heeft 5 kleuren die hoog gepigmenteerd zouden zijn en ook verschillende effecten en finishes hebben. Het is een vrij compact paletten ook. En er zit dus een spiegel in, maar die wordt tegenwoordig afgeschermd door een... Door een plasticje, al zie ik hier niet eens een opening hoe je hem eraf zou krijgen. Maar zo ziet het paletten er van binnen uit met een hele mooie bloem. Ik ga even een paar kleuren swatchen om ze te laten zien. Zodat we even weten hoe het pigment eruit ziet. En dat ziet er dan zo uit. Ik moet zeggen, niet alle kleuren komen even fel over. Maar dat gaan we zometeen wel zien met de look die we ermee gaan maken. Want als die hoog gepigmenteerd zou zijn, zouden de kleuren wel mooi tot zijn recht kunnen komen. Ik veeg gelijk even de zwartjes weg, want we hebben uiteraard meer producten. Dan zijn er ook 2 poeder highlighters, of cream to powder highlighters zoals ze het zelfs zeggen. Ook deze komen in een oranje doosje met mooie bloemen voorop. Ziet er echt prachtig uit. Ik heb hier allereerst de 01 Watch My Bloom. Ik zal hem gelijk openmaken, dan kunnen we gelijk even de kleur zien. Zo, het doosje zit best wel strak vast, waardoor het een beetje moeilijk is. Hier is het spiegeltje niet afgedekt en dan is dit de highlighter die er heel erg mooi uitziet. En dan hebben we ook de C02 Epriclo. En die ziet er dan zo uit. Die heeft een gouden tint, ook echt super mooi. Even kijken wat Catrice zelf over deze highlighter zegt. Het is dus een cream highlighter met een poederfinish die je heel gemakkelijk aan zou kunnen brengen op de huid. Hij is opbouwbaar en goed te blenden en de textuur zou zorgen voor een perfecte glow. Ik zal ze ook uiteraard weer even swatchen. Zo, niet te strak dicht doen, anders krijg ik ze zometeen weer niet open. Dit is de nummer 1 en dit is de nummer 2. Dus de nummer 1 heeft een wat koelere, zijn eigenlijk allebei wel vrij cool. Maar deze is meer goudkleurig en die niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik moet zeggen, ze voelen niet creamy aan. Ik heb meer het idee dat ik in poeder aan het dippen ben. Dan hebben ze ook een hydrating lip mask. En dat is deze. En die ziet er dus zo uit. Heeft hij een naam gekregen? Vast wel. C01 Spring Shine. Zit gewoon in een potje. En hij heeft een heel erg mooie binnenkant. Hij zit dus afgedekt met zo'n dopje. Wat ik altijd wel fijn vind. En zo ziet hij er dan uit. Dit zat er al in. Ik heb hier zelf dus nog niet in geprikt. Maar dit zat er al in toen ik hem kocht.
Het hydraterende lipmasker die zou zorgen voor zachte lippen en heeft een hele mooie kleurovergang. Het is een verzorgende behandeling en de textuur is balmachtig, waardoor jouw lippen fantastisch aan zouden voelen. Ik ga deze niet swatchen, want ik ga ervan uit dat die gewoon transparant is, maar we gaan hem uiteraard zo uittesten. Dan hebben we ook nog hydrating lipstains en dat zijn deze drie. Die komen ook in drie kleuren. We hebben hier een oranje kleur die de naam C01 zo apricot heeft gekregen. Dan hebben we hier de paarse kleur. Die ziet er zo uit. Heeft de kleur C02 Fuchsia Fling gekregen, dus ook heel mooi. En de roze kleur heeft de naam C03 Bloomtastic gekregen. Ja, roze-paarsachtig. Ziet er heel mooi uit. Deze producten hebben een vloeibare textuur, maar wel een hydraterende formule. En ze geven dus ook kleur af. Ze zouden zorgen voor een langdurige en intense kleur op de lippen. Dus ja, dat is eigenlijk wat ze hierover zeggen. Ik zal even het applicatortje laten zien, want we gaan ze uiteraard ook even swatchen. Die ziet er eigenlijk vrij basic uit. Hebben ze nog een geur? Nee, ze ruiken niet. En dan breng ik ze eventjes aan op volgorde, zodat je ook echt even weet van, oh, welke kleurenvolgorde gaan we daarvoor hebben. Zo. En de laatste. Kijk, 1, 2 en 3. En dan ziet hij inderdaad er wel meer roze uit. Dus dat is wel heel leuk. Nu ben ik heel benieuwd. Ik ga het nu afhalen. En wat je inderdaad dus ziet, is ik heb er nu overheen geveegd met het doekje, dat de kleur wel achterblijft. Dus ik denk dat als je gaat eten en drinken, de kleur wel achterblijft. Ik moet nu heel goed boenen om hem eraf te krijgen. En dat lukt niet eens helemaal, dus nou, dat komt dan wel weer met de douche. Maar hij blijft best wel goed zitten. En dan ben ik toe aan de laatste twee producten. En dat zijn de blush en brush sticks. En dat zijn deze. Die zien er ook heel erg mooi uit. Je hebt ze in twee kleuren. Dit is een roze kleur en dit is een oranje kleurtje. Ze hebben de namen... ik moet hem even andersom pakken hoor. C01 Berrylicious gekregen. Dat is dan de roze kleur. En de oranje kleur heeft de naam C02 S-Peaches gekregen. Cartlice zegt over deze sticks dat het glinsterende blush sticks zijn met een marmer kleureffect. En deze zijn perfect voor het toevoegen aan een kleurrijke glow aan de wangen. Omdat er dus aan de andere kant een kwast zit, kun je ze daar ook mee inblenden. En maakt hem dus ook weer heel makkelijk om mee te nemen voor onderweg. Nou, zo ziet de kwast er dan uit. En hiermee kun je dan de blush inblenden als je dat zou willen. Ik heb zelf altijd liever mijn eigen kwasten die ik ervoor gebruik. Maar het is uiteraard gewoon een optie. Ik zal ze even ook nog laten zien als ze open zijn. Er zit hier een draaimechanisme hier aan en daardoor kun je hem omhoog draaien. Dan is dit de paarsachtige kleur. Zien we ook een beetje dat, ja, je ziet wel een beetje licht dat marble effect. Even swatchen. En dan is dit de oranje kleur. En hier zie je het marble effect heel goed, omdat dat meer opvalt. Die zal ik ook even swatchen. En dan zien de swatches er zo uit. 1 en 2. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de collectie. Dus ik ga even wat kwastjes erbij pakken. En een spiegeltje en zo. Althans, nee, spiegeltje heb ik niet nodig. Want die zit in de producten. En dan kunnen we de producten gaan uitproberen. Ik heb alles er even bij gepakt. En dan gaan we beginnen met het lipmasker om die aan te brengen. En ik kan het nu natuurlijk niet heel lang testen. Omdat ik uiteraard ook zo'n lipkleur wil gaan gebruiken. Maar ga ik hem gewoon zelf nog wat langer testen. Ik dip er gewoon heel licht in met mijn vinger. En dan zie ik al, ik heb hem er nu op aangebracht. Kijk, je ziet eigenlijk geen kleur. Hij voelt wel heel lekker aan. Even nog iets meer, want ik hou wel van... Hij ruikt ook super lekker. Hij heeft echt een hele... Het is net als ik dit ruik, alsof ik in een bloemenwinkel loop. Dan moet ik zeggen, als ik normaal bij bloemen loop...
Vind ik heel mooi en ook wel lekker ruiken. Maar ik krijg altijd een beetje last van mijn ogen. In verband met allergieën en zo. Maar het ruikt wel heel lekker. Die gaan we gewoon eventjes lekker laten intrekken. En ik voel gelijk wel dat hij echt heel lekker aanvoelt. De textuur is ook wat dikker voor mijn gevoel. Dus het voelt wel heel fijn aan. Nou, en dan zal ik jullie even wat meer inzoomen. En dan gaan we beginnen met de blush en de highlighter. Zo, ik heb jullie even wat ingezoomd. En ik ga vandaag de roze blush gebruiken. Want daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. Ik ga eventjes het spiegeltje gebruiken die in het highlight paletje zit. Dus als ik een beetje naar beneden kijk, dan zie je dat. Ik ga hem dus gewoon aanbrengen, maar ik ga hem niet blenden met dit kwastje. Want het lijkt me niet het handigste blendingskwastje. Ik gebruik dan toch liever mijn eigen kwast, zodat ik zeker weet dat het goed werkt. Maar zou je hem meenemen onderweg, kan dat dus wel. Dus die gaan we gewoon even proberen. Ik breng niet te veel aan, want anders dan ben ik bang dat het misschien een beetje te overheersend wordt. Dus ik stippel hem er gewoon een klein beetje op eigenlijk, als het ware. Er kan altijd nog wat meer bij, maar weghalen is toch altijd iets lastiger natuurlijk. Hadden jullie deze collectie ook al gespot en misschien ook al wel gekocht? Of was het een collectie die je misschien niet zo aansprak? Dat kan uiteraard ook. Ik ga hem nu blenden en ik gebruik daarvoor dus, zoals ik al zei, mijn eigen kwastje. Mocht je wat geluiden van buiten horen, dat ze kunnen kloppen. Ik heb op dit moment mijn raam openstaan, want het is de afgelopen dagen best wel warm geweest en mijn huis warmt heel snel op. En het is nu weer wat koeler, dus ik dacht ik ga gelijk even lekker luchten. Hij blendt heel makkelijk in. Ik vind hem er best wel natuurlijk uitzien eigenlijk. Het had misschien wat meer kunnen zijn dat hij net iets meer opvalt. Maar ik vind dit eigenlijk wel mooi, want ik wil ook niet zo'n hele opvallende roze kleur hebben. Want die fout die heb ik al een paar keer gemaakt met het uittesten van dit soort blushjes. En dan merkte ik toch dat dat niet helemaal lekker viel. Dus ja, deze kant heb ik dus iets meer aangebracht. Die kost dus iets meer moeite. Die zie je ook iets meer. Maar ja, je hebt er niet heel veel van nodig. En het blendt makkelijk uit. Dus dat is ideaal. Ja, ik vind hem wel heel mooi zo. Ik vind hem wel mooi natuurlijk uitzien. De blush die ik ga gebruiken is trouwens de gouden. De highlighter die ik ga gebruiken is de gouden. Dus die ga ik dan gelijk daarna aanbrengen. Ik weet niet hoe lang deze blush trouwens gaat blijven zitten hoor. Of dat hij me echt heel langdurig gaat zien. Maar goed, dat zie ik wel weer aan het einde van de dag. Ik breng gewoon een klein beetje aan. Maar zoals ik zei, ik heb niet het gevoel dat het echt een cream highlighter is. Maar wel echt gewoon meer een poeder. Hij heeft wel wat meer opbouw nodig. Want ik vind nog niet dat hij er gelijk uitspringt met de glow. Maar dat kan ik zo meteen ook beter zien met mijn bril op. Kom maar, Mickey. Mickey. Oh ja, aan deze kant zie ik het wel. Ik zat net anders in het licht en nu zie ik hem veel beter aan deze kant. Dus die zie ik wel echt al mooi opkomen. Ja, ik doe nog even één laagje voor de vorm. Dan hebben we het wel gelijk aangebracht. Ik doe ook altijd een klein beetje op mijn neus. Vind ik gewoon altijd leuk. Ik zag laatst zelfs al een highlighter had aangebracht, kreeg ik echt zo'n contour op mijn neus. Dat vond ik wel heel leuk. Zo, en altijd een beetje bij mijn bovenlip. Nooit zo heel veel, gewoon een klein beetje. Ja. Hij ziet er leuk op. Maar ik ga het straks nog even beter bekijken met de bril op uiteraard. Dan gaan we door naar de ogen. Zo, ik heb jullie nog net weer even iets meer ingezoomd voor de ogen. Ik moet even kijken welke look ik hiermee ga willen maken hoor. Want hier zitten mooie kleuren in. Ja. Ik denk dat ik in de arcadeboog ga beginnen met deze kleur. Met die, ja, wat is het voor kleurtje? Een beetje grijsachtig. Ik ga wel weer even dat spiegeltje erbij pakken die ik net had. Want dat vond ik wel erg handig. Ja, die heeft wel iets meer opbouw nodig, maar omdat het een beetje een transitiekleurtje is, vind ik het niet heel erg. Er zit niet echt een highlightertje in. Ja, je zou dat kleine puntje kunnen gebruiken van dat bloemetje, maar dat is wel heel geel, dus ik weet niet of ik daar zin in heb.
ja, als transitiekleurtje vind ik hem eigenlijk helemaal prima. Dan wil ik er eigenlijk overheen gaan met deze kleur. Die daaronder zit. Zo, ik heb een klein beetje de hik volgens mij. Zo. Oh, die ziet er al heel mooi uit op mijn kwast. Dan komt die toch anders over als met zwartje. Dat vind ik altijd toch wel grappig. Ja, die vind ik eigenlijk wel heel mooi voor in de arcadeboog. Oh, heel leuk kleurtje. Het ziet er echt prachtig uit met die bloem. Ik had deze collectie had ik besteld. En het viel me eigenlijk op dat het palet veel groter was. Ik had hem kleiner verwacht. Dus dat was eigenlijk een hele aangename verrassing. Zo. Dan ga ik dat even een beetje met elkaar blenden. Heel lichtjes, want het heeft eigenlijk niet heel veel nodig. Want ik had het gevoel dat ik met aanbrengen hem al heel erg mooi kon blenden. Maar gewoon eventjes een klein beetje de harde lijnen eruit. Maar ik zie dat er al niet heel veel van afkomt op mijn kwastje. Zo. Ja, leuk. Niet te fel. Nou ga ik op de buitenste oog. Of de oude V, ga ik deze kleur gebruiken, die paarse aan de zijkant. Dat vind ik ook een interessant kleurtje. Dan moet ik wel even kijken of ik wel mijn kwastjes goed gebruik. Maar volgens mij doe ik het goed. Oh, die neemt wel mooi op. Ik hoop dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Maar ja, dat is altijd even afwachten. Deze heeft wel een beetje meer opbouw nodig, want ik vind hem toch met één laagje niet heel intens. Misschien had ik dat andere paarse kleurtje moeten nemen, daar kan ik nog een beetje van bijpakken natuurlijk, maar... de kleur had ik toch intenser verwacht, jongens. Hallo, was jij er ook? Je hoort Mickey op de achtergrond. Die is er ook. En die probeert nu bij mij op schoot te klimmen. Wat echt heel erg onhandig is. Want ik ben hiermee bezig. En dat doet zij tegenwoordig ook. Dan zit ik te eten aan tafel. Dan komt ze bij mij op schoot zitten. Wat aan de ene kant super schattig is. Maar aan de andere kant denk ik, het is helemaal niet handig. Nee, lieve schat. Dat gaan we even niet doen. Ik moet dit even afmaken. Ja, jongens. Dieren kun je niet altijd sturen. Ik had hem feller verwacht, eerlijk gezegd. Ik had toch gehoopt dat hij net een stukje intenser zou zijn. Ik zie wel dat hij een beetje uitval heeft onder mijn ogen. Altijd fijn, maar dat ga ik zo wel even proberen weg te vegen. Nou, ik ben er nu een paar keer overheen gegaan. Intenser gaat hij denk ik niet worden. Even kijken waar mijn blendingskwastje nou weer ligt. Oh, hier. Ja, ik durf er nou niet heel hard overheen te gaan, want ik ben bang dat ik dan de hele kleur weer een beetje vervaag. Sorry, even niezen. Nou, het ziet er niet verkeerd uit, maar hij had wat intenser gemogen van mij. Maar goed, dat is ook weer zo'n persoonlijke keuze. Oh, lekker. Alles is poederrook. Even wegblazen. Dan ga ik op het bewegende ooglid de gele kleur gebruiken. Die is dan weer heel intens als ik het zo zie. Nou, valt eigenlijk ook nog wel ietsjes mee. Ja, ook deze zie je wel, maar het is niet dat je denkt van, wauw, wat een intense kleur. Oké,
Ik ga nu eventjes gewoon de highlights kleur pakken die ik net heb gebruikt. Die gouden, om dus eventjes een beetje op het wenkbrauwbot en de binnenkant van mijn ooghoek te doen. Omdat er niet echt een highlight kleurtje in zit. En ik vind het mooi dat het dan net ietsjes meer oplicht. Zo. Dan ziet de ooglook er nu zo uit. Ik ga hem even afmaken met een oogpotloodje mascara en een eyeliner. En ik ga even die wat hier gelekt heeft, even proberen weg te halen. Dan laat ik even zien hoe die eruit ziet. Ooglook helemaal afgemaakt met mijn mascara, eyeliner en mijn oogpotlood. Ik moet zeggen, ik vind hem er wel mooi uitzien, maar hij had wat intenser gemogen van mij. Maar dat is een hele persoonlijke voorkeur. Ik hou gewoon van wat een intensere ooglook. En ik merk toch dat de opbouw iets moeilijker gaat, maar het is op zich geen verkeerde ooglook hoor. Oké, dan gaan we nu die lipsteen aanbrengen. En ik ga dus voor de paarse kleur, of de roze kleur. Ja, ik vind het paars-roosachtig, dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Dus ik ga hem aanbrengen. Nou, even dit recht houden. Ziet er heel leuk uit. Voelt ook wel lekker aan. Hij is nu nog heel glimmend, maar ik ga er dus vanuit dat als je hem langer gebruikt, hij dus uiteindelijk, dat je hem wat langer erop hebt zitten en je gaat eten en drinken, dat de kleur dus wat vervaagt. Maar goed, voor nu vind ik hem er wel heel erg leuk uitzien. Ik ga eventjes mijn haren vastmaken en dan kom ik even bij jullie terug om de collectie na te bespreken. Zo, de eindconclusie van deze collectie. Laat ik beginnen bij het lipmasker. Ik vind hem heel fijn aanvoelen op mijn lippen. Hij voelt zacht aan, ook echt wel gehydrateerd. Ik heb hem nu natuurlijk vrij kort getest. Maar ik ben nog van plan om hem lekker een keer in de nacht aan te gaan brengen. Omdat hij de hele nacht lekker kan zijn werk kan doen. En dan denk ik echt dat ik ook hele zachte lippen heb. Maar het voelde al heel fijn aan toen ik hem aanbracht. Dus daar ben ik voor nu al wel enthousiast over. De blush sticks. Ja. Je kunt de kleur opbouwen, dus dat is ideaal. Ik ben blij dat ik zelf niet te veel heb aangebracht, omdat ik anders bang ben dat ik weer zo'n heel onnatuurlijk effect krijg, dat het heel erg roze wordt. En hoe ik het nu heb gedaan, vind ik hem best wel natuurlijk. Maar je kunt hem dus echt opbouwen en dat is echt wel heel erg fijn. Dus ik ben er enthousiast over. De highlighter. Ja, ondanks dat ze zeggen het is een cream to powder highlighter, vind ik toch echt dat je merkt dat hij meer een poeder highlighter is. Ik merk niet echt dat het een cream is. Ik bedoel, ik breng hem heel makkelijk aan met een kwast. En uiteindelijk vind ik hem er ook echt wel heel erg mooi uitzien als hij erop zit. Dus daar ben ik ook echt wel enthousiast over. Het oogschaduwpaletten. Ja. Ik vind de look uiteindelijk mooi geworden. Ik heb net nog wel even goed gekeken toen ik de bril op had. Omdat ik het dan allemaal net wat beter zie. Dan denk ik, ja, het is een mooie ooglook. Maar ik blijf erbij. Sommige kleuren hadden net iets intenser mogen zijn. Zoals die paarse kleur die ik heb gebruikt. Had ik gewoon van verwacht dat die heel intens zou zijn. Die heeft echt wel opbouw nodig. Maar je kunt er op zich best wel een mooie look mee maken. Maar als je van echt een hele intense look houdt. Dan kan de pigmentatie toch iets terugvallen. En daar had ik misschien toch iets meer van verwacht. Maar net wat ik zeg, de look die ik ermee gemaakt heb, vind ik zelf wel mooi geworden. De lipkleuren. Hij voelt fijn aan op mijn lippen. Het plakt ook niet als ik dit doe. En het is dus ook niet echt een lipgloss. Terwijl die wel echt shined. Maar als het goed is, gaat hij dus later op de dag vervagen. Droogt hij wat meer in. Dan heb je gewoon wel die roze kleur, maar zie je niet meer zo die glans. Dat is iets waar je van moet houden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het er aan het einde van de dag uitziet. Want dat weet ik natuurlijk nu ook nog niet. Maar voor nu denk ik, ja, ik vind hem eigenlijk er heel erg mooi uitzien. Ik vind ook dat er goed veel pigmentatie van afkomt. Dus ik ben er enthousiast over. Maar net wat ik zeg, ik weet dus niet wat hij aan het einde van de dag doet. Maar goed, voor nu vind ik hem echt heel erg fijn.
Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij van de look vindt die ik uiteindelijk met deze collectie heb gemaakt. Nogmaals, is het een collectie die jij ook al hebt gekocht of die je hebt laten liggen? Ik vind hem er gewoon sowieso prachtig uitzien. En ik ben eigenlijk over het algemeen best wel enthousiast. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei!